Beste kijkers, de minister van Transport, Communicatie en Toerisme, kort gezegd TCT Albert Chubutana, heeft onlangs een bezoek gebracht aan Guyana. Reden voor ons genoeg om met hem een interview te hebben. Minister, hoe is het bezoek geweest in Guyana? Nou, we hebben een vruchtbaar bezoek gehad. We zijn geweest met een 7-man sterke delegatie, laten we dat zo noemen. En met de technische mensen, de adviseurs, die het werk hebben voorbereid. En natuurlijk gedurende de voorbereiding zijn we heel erg intensief bezig geweest als team. En vanaf de aankondiging van de presidenten op 24 november, vanaf de daaropvolgende dag, die ochtend, hebben we dus met op ministerieel niveau hebben we overleg gehad, die ochtend vroeg, 25 november. En daarna zijn de voorbereidingen volop geweest, richting 7 december. En de reden waarom ook 7 december, het is de internationale dag van de luchtvaart. En voor beide teams was het ook zeg maar een uitdaging om die deadline te halen. Maar gelukkig is er dus ook al, was er al voorwerk geweest met betrekking tot die MOU en die Air Service Agreement. Dat in het kort met betrekking tot dat gedeelte, de planning. En gisteren was het zover dus. We zijn 9 uur vertrokken vanuit Paramaribo en om 9:10 in Georgetown geland. We zijn daar heel warm verwelkomd door de Guyanese delegatie, de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Public Works. Daar mijn de counterpart van Guyana. En ja, we zijn daarna naar de ambassade geweest, 2 uurtjes, 1,5 tot 2 uurtjes, om zeker ook te kijken hoe dat allemaal daar aan toe gaat. Je kan niet naar een land gaan en je ambassade is daar, dus ook daar een bezoek gebracht met de delegatieleden. En een deel is dus van daaruit vertrokken naar wat wij hier noemen de onze casas, hebben zij ook zo een instituut. Om daar ook indrukken op te doen hoe zij te werk gaan. En ook nadere informatie te krijgen van hoe het allemaal in Guyana geschiet op gebied van luchtvaart. Ja, minister, u haalde het woordje luchtvaart een aantal keren aan. Wat zal de samenwerking zijn tussen Suriname en Guyana als het gaat om luchtvaart? Nou, het is jarenlang, we zijn buren. En jarenlang is er nooit er is in principe geen overeenkomst. Wat betekende dus als bijvoorbeeld concreet SLM moet vliegen via Georgetown naar New York, dat ze dan eerst toestemming moeten vragen aan Guyana. En dat werd dus telkens op basis per vlucht gedaan, het verzoek gedaan om te mogen vliegen. Met deze agreement hoeft dat niet meer. Dus dat betekent ook dat het voor Guyana geldt, dat wanneer zij flights hebben richting Suriname, dat er goede afspraken hierbij zijn gemaakt, dat zij dat ook mogen doen. En verder hangt het ook vanaf hoe wij als land ons opstellen. En wij gaan voor ontwikkeling, voor het ontwikkelen van de luchtvaartindustrie dan, laat me dat benadrukken. Dat vergt dus ook durf. We moeten dat niet zien als een weakness, want dat heb ik al gisteren mogen vernemen. Hoe gaan we hieruit komen? Nee, wanneer we praten over ontwikkeling van onze luchtvaart, dan moeten we het ook de rollen gaan omkeren. Wij moeten Suriname toegankelijk gaan maken. En hoe meer passagiers naar Suriname komen, hoe meer inkomsten voor het land en ook inkomsten voor de bedrijven. Okay. Nu zitten we wel in een COVID-19-pandemie situatie, minister. Hoe lang zouden we er naar uit kunnen kijken dat dit een beetje aan het rollen zal komen? Wat bedoelt u precies met?
Dus dat passagiers vanuit Guyana en Suriname richting andere landen, andere delen van de wereld ook kunnen gaan? Nou, dat hangt van, wij moeten dit bij deze MOU en de ASA, de Air Service Agreement, die wordt dus ook nog binnen RVM wordt voorgelegd en daarna gaat hij naar de staatsraad en dan naar de DNA. En zo heeft Guyana ook haar eigen protocollen die ze moeten bewandelen. En de staatshoofd hebben uitgesproken dat, dat de samenwerking het mag veel nauwer. En ook gezamenlijk kijken naar mogelijkheden. Dus wij werken er naartoe dat ook dit spoedig mogelijk wordt afgehandeld binnen onze wetgeving. En dat wij daarmee aan de slag kunnen. Dus het hangt niet alleen van TCT af, maar zeker het vermogen om dit zo snel voor elkaar te krijgen als land. Ja, als we dit binnen een week, 10 dagen, concreet 10 dagen hebben kunnen bewerkstelligen, mag ik ervan uitgaan dat, wanneer we praten over ontwikkeling, dat hebben we hard nodig, dat wij dit ook spoedig voor elkaar krijgen. Zal dit onze toerisme sector een boost geven? Nou, ik wil het toch goed benadrukken vanuit deze plek. Mogelijkheden creëer je, kansen creëer je. Het is een agreement en wij moeten zien om daaruit onze voordelen te halen. We moeten niet wachten op kansen of wachten op geluk. Kansen moeten we gaan creëren, want dit biedt opportunities. Denk maar op het gebied, u noemt het of u benoemt het, toerisme. In het Engels zegt men dus dual destination tourism. Wij kunnen ook vanuit de Guyanese markt gaan putten en toeristen gaan trekken naar Suriname. Idem geldt het ook voor hun. Wij hebben de Europese markt, met name de Europese Unie, vanuit Nederland. Maar zij hebben dan ook weer een andere markt vanuit Canada, vanuit Groot-Brittannië. En wij moeten ons voordeel daaruit gaan halen. En dat heeft dus te maken, de handen uit de mouwen steken hier. We hebben eigenlijk op commercieel gebied of industrie, of ondernemings, zo u wilt, zijn er al een aantal Surinaamse bedrijven die daar voet aan grond hebben gezet. En het is al zeker jaren zo. Nu moeten wij gaan kijken hoe wij toerisme gezamenlijk gaan ontwikkelen. Of niet gaan kijken dan, maar meer de handen in elkaar slaan. En dat is ook de intentie. We praten niet meer over een markt van alleen de Europese Unie, maar ook nu een markt, Canadese markt, de markt uit de United States als markt, maar ook Groot-Brittannië als markt, waar de Guyanese ook veel traffic vandaan hebben. Minister, is er ook gesproken over de Kanawaima? Ja, dat is zeker een aandachtspunt. Reden waarom de traffic ook, zeker op het gebied van de handel, het staat al lang stil. We hebben daar te maken met een aantal uitdagingen. Die veerboot die naar het droge dok moet, het kostenplaatje dat daarmee gepaard gaat. Maar ook het contact met de Guyanese boord, het contact dat al heel lang niet heeft plaatsgehad. Het vormt samen dus één boord, de raad. En wanneer je dus praat over het beheer daarvan, dan wil ik toch ook goed gebruik maken van deze gelegenheid. Je hebt daar twee boards. Je hebt een boord van de Kanawaima. De Kanawaima Management Company. En de Kanawaima Ferry Services Incorporation. De Kanawaima Ferry Services, die is eigenlijk de moeder, om het zo te zeggen. En de Kanawaima Management Company, die voert uit. En zowel voor Guyana geldt dit ook dus. En beide boards, wanneer ze bij elkaar komen, is er dus sprake van één board, want het is één lichaam. Alhoewel de inkomsten in Suriname anders zijn en in Guyana, maar we praten ook nog steeds over één boekhouding wanneer ze bij elkaar komen. Dus ja, en jarenlang is daar dus
weinig contact geweest. En bij dat overleg dat we hebben gehad op 25 november, hebben we dus aangegeven, ook met name vanuit Guyana, dat we vanuit zeg maar een nulpunt doorstart maken, waarbij dus de boots binnenkort bij elkaar zullen komen om de operations van Kanawaima verder te plannen. Minister, u zei het net al, no contact. 25 november was de president van Guyana hier. U bent onlangs geweest naar Guyana. Komt er een tegenbezoek van ministers of anderen naar Suriname om verder te werken aan wat er op papier is gezet? In principe is dat op korte termijn gepland. Maar we kennen de situatie nu. Zeker op, met de uitdagingen die we daar hebben op Zuid-Drien. Dat onder andere, in achtneming daarvan, hebben we dat bezoek tot een nader, te bepaalde tijdstip, hebben we dus verschoven. Minister, is er ook gesproken over een open sky? Ja, dus in principe is dat die agreement die we hebben getekend, open sky. En ja, ik zal het even toch kort toelichten. En het heeft dus te maken met dat we ons luchtruim opengooien voor elkaar. We hebben daar bovenop ook een agreement binnen CARICOM. En in principe staat die boven een bilaterale overeenkomst. En dat houdt dus in dat Guyanese vliegtuigen, zeg maar, die zou mogen vliegen van, met toestemming van natuurlijk de autoriteiten hier vanuit Ogle of vanuit Georgetown naar Zorg en Hoop en misschien doorvliegen naar zeg maar Atchoni of Palomu. En dat zijn dus zaken die in zo'n agreement onder andere zijn vervat, maar natuurlijk zal dat verder door de autoriteiten besproken moeten worden, maar dat met deze overeenkomst geven we dus eigenlijk blijk van dat die samenwerking zeker ook op dat gebied verder ontwikkeld kan worden. Dat die binnenlandse vluchten dat we gebruik kunnen maken van elkaars vliegmaatschappijen. Dat zij dat mogen uitvoeren. Minister, mag Suriname blij zijn met deze ontwikkelingen? Ja, zeer zeker. Het klinkt misschien twijfelachtig, maar we moeten zaken anders gaan bekijken. Luchtvaart gaan ontwikkelen. We moeten dat niet meer eng bekijken vanuit onze markt beschermen. We hebben maar een kleine populatie, dat is één. En we moeten ook, willen we meer verdienen? Om een concreet voorbeeld ook weer aan te halen. Het luchthavenbeheer heeft als doelstelling in 2033 1 miljoen passagiers gaan realiseren. We zitten nu op 500.000, dacht ik, maar met COVID hebben we dat niet gerealiseerd of realiseren we dat niet dit jaar. Maar hoe meer opportunities er zijn, hoe meer naar andere destinaties vanuit andere markten, hoe meer voordelen je daaruit kan halen. Dus ja. Het is een, ik zei het al, we moeten niet bang zijn, we moeten het niet eng bekijken, want luchtvaart, je moet durven. Suriname is een uniek land, we zeggen het, maar veelal ook, ik trek het dan even in lijn met toerisme. We hebben een mooi land, we hebben een synagoge naast de moskee, maar dat is niet alleen Suriname. Kijk naar de mensen hier. Toch? Verschillende mensen, we praten één taal, we eten allemaal dezelfde roti of die bami. Toch? Oud opnieuw denk je van, joh, zoveel verschillende mensen bij elkaar, iedereen feest. En ja, we hebben unieke producten hier. En juist daarom moeten we onze luchtvaart niet alleen vanuit zeg maar open sky, maar ook wat we hier hebben, gaan promoten, waardoor Suriname veel aantrekkelijker wordt. Dus luchtvaart ontwikkelen heeft dus te maken met de zaken die je daaronder kunt hangen is toerisme. En dan komt ook je vliegmaatschappijen aan te pas en ook je luchthaven.
Ja, dus wanneer je zegt, je gooit je luchtruim open, heeft het te maken met hoe willen meer mensen naar Suriname, zien te krijgen of te halen. Maar dan moeten een aantal zaken in place zijn. Onze vliegmaatschappijen moeten ook daarop afgestemd worden of zich daarop gaan voorbereiden. Want de competitie wordt groter, wordt heviger, zeg maar. Andere vliegmaatschappijen gaan ook Suriname willen aandoen. En dat gaat ons dwingen om onze producten te verbeteren. En zie daar mogelijkheden dat wij ook op een heel ander niveau kunnen gaan performen. Niet alleen onze zeg maar, de natuur hier komen bewonderen, of de mensen, of het unieke, maar ook de dienstverlening. Ik zeg altijd één ding, vanaf ik met toerisme bezig ben, althans ook een beleidsgebied trouwens. Wij Surinamers zijn warme mensen. Hoe je draait of keert, ik durf dat te zeggen. We zijn warme mensen, iedereen die hier komt, ze vinden Surinamers leuk, warme mensen, leuke mensen, aardige mensen. Maar ook onze omgeving. En ik ga dus een stapje verder. Gaan we die warmte nu verder, zeg maar, perfectioneren met klantgerichtheid, dan zijn we stappen verder, dan durf ik ook te roepen dat we het beste product hebben in de wereld. Klantgerichtheid is nog in de kinderschoenen. Niets ten nadele van bedrijven die al heel ver daarin zijn. Maar als land moeten we nog op dat gebied grote stappen gaan maken. We gaan naar het buitenland en we komen terug. We zijn allemaal impressed van wat we zien. Maar laten we ook hier beginnen met klantgerichtheid vanaf de airport. Vanaf het maken van een boeking. Tot die warung. Tot die roti shop. Dus totdat die persoon in een bus of in een taxi stapt. Dus we hebben nogmaals op dat gebied kunnen we nog veel meer gaan neerzetten. Dus daarom open skies. Ik zie mogelijkheden zat. Maar wij moeten onze kansen nogmaals gaan benutten, gaan creëren, gaan benutten. We moeten niet wachten totdat er zich een kans voordoet. De overheid is erop te faciliteren. Daarom hebben we dus ook binnen een korte tijd hebben we dit voor elkaar gekregen. En zo, op diezelfde voet zullen we verder gaan. Okay. Minister, mag ik u heel hartelijk danken dat u tijd heeft vrijgemaakt om ons te woord te staan. Is er nog iets dat we zijn vergeten en u graag met ons wilt delen? Nou, wat ik wil zeggen is, ik heb Guyana gezien gisteren, hoe zij ook zeker hun best doen om vooruit te komen, wij idem. En we mogen elkaar dus zeker daarin gaan versterken. Maar ik wil het toch hierbij houden, waarom ik dat zeg. Wij moeten ons land ontwikkelen. Wij moeten die stappen nu gaan maken. Niemand anders zal het voor ons doen. Wij Surinamers, ons Ranamang, wij moeten het zelf doen. En als we dat kunnen, dan denk ik, of althans die instelling alvast tot ons nemen, in plaats van wachten. Wat we kunnen, moeten we alvast doen. En dat, met die instelling denk ik dat we dan een stapje verder zijn en de hulp die eventueel die we kunnen krijgen, dat we die op een veel effectiever en efficiëntere manier kunnen benutten. Dank u wel. Dank u wel, minister. Kijkers, u heeft het gehoord van de minister van Transport, Communicatie en Toerisme, Albert Jubidana. We hebben het gehad over zijn bezoek dat hij heeft gebracht aan Guyana, maar we hebben ook flink ertussendoor gebabbeld, waardoor u als samenleving nog meer geïnformeerd kan zijn over dit ministerie.